Ted van Lieshout heeft de Theo Thijssenprijs in ontvangst genomen. Het is een oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur dat eens in de 3 jaar door de stichting PC Hoofd wordt uitgereikt. Daar ben je wel gewend aan, het ontvangen van prijzen. Dit is een oeuvreprijs. Heeft het dan nog een extra gouden randje? Absoluut. Het brengt in zekere zin een beetje rust in mijn hoofd. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar het is gewoon een prijs voor je hele werk. En dat is net iets anders dan een prijs voor één boek. Van Lieshout is niet alleen bekend vanwege zijn boeken. Hij schreef ook veel gedichten, maakt illustraties en heeft talloze scènes geschreven voor Sesamstraat. Ik heb pas geleden nog wel een scène van hem gespeeld in Sesamstraat. En dat was samen met Tommy, waarin Tommy vraagt wanneer ik dood ga. Want hij heeft een kast met allemaal mooie beeldjes. En dan gaat die meneer Aarten tegenin en zegt, ga nog lang niet dood. Nee, maar als je nou dood gaat, nou, dan zeur dan een beetje door. Ja, nou, wat wil je dan? Nou, of ik dan dat herderinnetje mag hebben wat in die kast staat. Nou, dat is zo'n mooie draai. Het gaat over de dood. Maar uiteindelijk zit er iets anders achter. Dat is de humor erin. Dat kan hij heel goed, ja. Ja, mooi scènetje. Volgens de jury verdient Van Lieshout de prijs omdat hij sinds 1986 een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand oeuvre heeft opgebouwd. Nou, het was niet moeilijk om uit te maken wie deze prijs moest krijgen. Dat was dus Ted van Lieshout. Iedereen had die op het lijstje staan. Ik had hem bovenaan staan. Want hij is een heel verrassende schrijver. Puntig, humorvol, speels, diepgaand, ironisch. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. De Theo Thijssenprijs bestaat uit een beeld van Hans Baaiens en een bedrag van 60.000 euro. Hij werd voor het eerst aan Annie M.G. Schmid uitgereikt in 1964.